Zou nou grappig zijn, hè, als ik jouw duim kapot sla. Ja. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik het dak op kan. Nou, speciaal voor hun zit ik hier dan, want ik ben vandaag zonnepaneelmonteur. Goed, dan denken we eerst even aan de veiligheid. Gaan we jou weer eerst in een harnas aantrekken. Dan ben je ook nog aangekleed op zo'n dag. Door twee mannen, hè? Ik heb wel een beetje idee dat ik ga skydiven. Niks is minder waar. Nou, dan gaan we zo naar boven. Durf je dan? Ja, zeker. Ik heb geen hoogtevrees. Oké, het is toch best wel hoog? Ja. We zijn op het dak. Maar wat gaan we precies doen vandaag? Nou, we gaan vandaag deze woning voorzien van 12 zonnepanelen. Gaan we dadelijk eerst de haken zetten en de profielen. Mm-hmm. Als de profielen zitten, dan gaan we de optimizers gaan we plaatsen. Als wij uiteindelijk alles goed hebben gedaan, dan mag jij straks de knop omzetten. En dan kijken of ze vanmiddag zonnestroom hebben. Cool. Dat is de bedoeling. Zou nou grappig zijn, hè, als ik jouw duim kapot sla. Ja. Doet het eigenlijk best wel goed, hè? Ja, zeker. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel. Ja? Niet van de koffie. Mooi. Ik ben de kabels aan het knippen en op maat aan het maken. Optimizers zijn ze nou aan het vastklikken als het goed is. En daarna de panelen erop en wordt alles doorverbonden. Dit is denk ik waar het allemaal een beetje om draait, of niet? Ja, onder ieder paneel komt een optimizer, heet dit eigenlijk. Die zorgt ervoor dat ieder paneel afzonderlijk gewoon heel goed zijn werk doet. Ja, wij staan natuurlijk boven op het dak te ploeteren, maar jij doet ook iets heel belangrijks hier binnen. Ja, ik doe het binnenwerk. Vanuit hier gaat een AC-kabel, die gaat rechtstreeks naar boven toe naar de omvormer toe. Dan gaan we deze erop schroeven. En dan zit je vast. Maar je moet natuurlijk ook wel wat technisch inzicht hebben. Absoluut. Je moet elkaar vertrouwen, dus je moet echt in teamverband werken. Ja, absoluut. Klantgericht zijn. En vooral geen hoogtevrees hebben, want je zit toch wel... Ja, dat heb je een probleem hoor. Wat vind je nou zo leuk aan je werk? Altijd buiten. Ik hou er niet van om continu op één plek te zitten. Ik vind het leuk om overal te komen. En ja, je ziet iedere dag andere mensen. Iedere dag is anders. Dus ik vind het heerlijk. Ja, en net zoals vandaag met dit weer is natuurlijk gewoon een cadeautje. Ja. Ja. Dat is klaar nou toch? Nou, is klaar. Ja, is klaar. Okay. Ja, dat is de omvormer die ik gemonteerd heb. Mm-hmm. Dan aan jou die erg om hem aan te zetten. Om de zonnepanelen echt aan te zetten. Hij doet het? Ja, hij doet het. Yes. Goed gedaan. Ja, yes.